De titel van mijn column is Gedragscode. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dat dit eens zo populaire principe minder belegen is dan het lijkt, hebben de Nijmeegse fracties van GroenLinks en D66 afgelopen week bewezen. Via een motie hebben ze geregeld dat er nog maar één nieuw tankstation met fossiele brandstof in Nijmegen mag komen. Daarna alleen nog maar elektrische laadpalen. Het liefst hadden ze die ene nieuwe ook nog verboden, maar dat ging helaas niet. De verkoopopbrengsten van de grond waren al ingeboekt. Pecunia gaan voor principes, aldus een oeroud politieke tegeltjeswijsheid. De benzinepompenbranche ligt er niet wakker van. Met de tankstationdichtheid in Nijmegen en omgeving is volgens de BOVAG niks mis. Voorlopig hoeven de Nijmegenaren nog geen benzine te gaan hamsteren. Het gros van de reacties op internet ging vooral over symboolpolitiek van linkse hobbyisten. Tja, ik denk dat GroenLinks en D66 ook wel snappen dat deze motie niet zal leiden tot een optocht richting stadhuis van verontruste benzinepomphouders. Maar er moet toch ergens begonnen worden, willen we met elkaar klimaatdoelen bereiken. Het schept in ieder geval wel duidelijkheid waar de Raad van Nijmegen naartoe wil qua klimaat. En dat kan ik van de Raad van Wijchen nog niet zeggen. Daar hangt de gedragscode windenergie als een verstikkende deken boven de politieke debatten. Ooit is door de Wijchense politiek besloten dat plaatsing van windmolens pas bespreekbaar is als tenminste 2/3 van direct omwonenden binnen een kilometer van een potentiële locatie geen bezwaar heeft. Een soort collectief "May I have your votes please", zodat de raadsleden vooral zelf geen hom of kuit hoeven uit te spreken. Ik heb het altijd al een rare bepaling gevonden. Waarom zoiets alleen bij de plaatsing van windmolens? Dat gebeurt toch ook niet bij het bouwen van een school of een appartementencomplex waarvoor ook een bestemmingsplanwijziging vereist is? Om over het mogelijk verhogen van de OZB maar te zwijgen. Dat zal niet snel door meer dan 66% van de Wijchenaren als een tof plan beschouwd worden, waarbij raadsleden in het café goedkeurend op de schouders worden geslagen. Maar niet getreurd. De raad heeft afgesproken om de komende maanden de gedragscode te evalueren. Het zal me benieuwen. Tijdens de verkiezingsdebatten konden sommige partijen hun kruid nog droog houden. Vooral bang om voor de muziek uit te lopen. Tijdens de evaluatie kunnen ze zich niet meer verschuilen achter oude afspraken. Met of zonder muziek, het wordt hom of kuit. That's the question. Het loopt vooral bij de lokale partijen nu al dun door de broek dat hun achterban het niet zal pikken als de gedragscode wordt afgezwakt. Wijchen Lokaal stelde in hun verkiezingsprogramma sterk voorstander te zijn van windmolens. Onder één voorwaarde. Ze moeten in de Noordzee geplaatst worden. Dat worden nog hele interessante discussies in Wijchen. Als de gedragscode windenergie door de Raad van Wijchen niet drastisch wordt veranderd, kan er in de raadzaal een nieuwe politieke tegeltjeswijsheid opgehangen worden. Verbeter de wereld, te beginnen bij de ander.